Hij zei, weet je waar ik nog het meeste vingertering van krijg iedere keer? Dan heb ik met jou een leuke avond, dan moet ik naar huis. Dan zie ik de Bijbel hangen. Parkeer ik mijn auto 100 meter verderop in de straat, zodat zij het niet kan horen. Dan sluip ik naar de voordeur, trek mijn schoenen uit, loop op mijn sokken de trap op, kleed in de badkamer om. En dan schuif ik zo stilletjes mogelijk naast dat bed in. Hij zegt, nou, ik kan er vergif op innemen, die wordt wakker, scheelt me helemaal verrot. Voor alles wat los en vast zit. Voor niks nut, zuiplap, noem het maar. Ik zeg, ja, sorry, Henk. Pak je ook helemaal verkeerd aan. Pak jij helemaal verkeerd aan. Weet je hoe deze jongen dat doet? Henk, weet jij dat? Zal ik je het jou eens vertellen, Henk? Ik kon gewoon lallend en tierend die steeg bij ons ingekropen. Als ik nog op mijn poten kan staan, dan geef ik een paar van die GFT-bakken nog een schop onder een hol. Ik zeg, ik smijt die voordeur van ons bijna dwars door de pui terug de straat op. Beuk werkelijk de trap op. Ja, smijt mijn schoenen door de slaapkamer. Roep meestal iets in de trant van... Potje pijpen! Ik zeg, nou, dan is echt met geen 10 paarden wakker te krijgen.